Welkom bij deze volgende aflevering van het tafelgesprek. Dit keer met mensen uit het VMBO. En het zijn allemaal specialisten. Ik stel ze even aan jullie voor. Senna Gillissen uit 1VB, zeg ik goed hè? Ja, Senna. Senna, het is best spannend nu hè, of niet? Ja, een beetje. Ja? Het gaat helemaal goed komen hè? Want je kunt niks fout doen, je geeft gewoon antwoord. En als je het niet weet, zeg je ik weet het niet. Toch? Ja. Als je nou één ding mag noemen, hè, want kinderen die dit gaan bekijken en die dit dus nu zien, die zijn nog bezig met naar welke school ga ik misschien. Wat heeft jou vorig jaar toen jij in groep 8 zat, die over de streep gehaald zeg maar, om naar het Sofianum te komen? Nou, ik vond in groep 7 al Sofianum heel leuk, want ik was al in groep 7 naar de open dag gegaan en sterrendag. En het was eigenlijk gelijk meteen... Het was meteen prijs? Ja. Ja, waardoor? Ja, ik ken ook heel veel mensen daar. En het is gewoon een leuke school. Je doet veel en ook praktijkvakken. Zo. En je zit er nu een paar maanden en dat gevoel heb je nog steeds? Ja. Oké. Okay. Nou, de eerste vraag komt er zo. Het ging heel hartstikke goed, toch? Ja. Naast jou zit ook iemand uit 1VB. Magenta. Ik moest oefenen. Magenta. Ja. Eigelaar. Om dezelfde reden dat Sofianum gegaan? En ook om de leraren, omdat die heel leuk zijn en aardig. Maar die, kende je die vorig jaar al toen? Nee, het was meer, ze lijken me heel aardig en ja, daar heb ik een goed gevoel bij. Dus je gaat iedere dag naar Sofianum, dat je blij bent dat je die docenten wel anders ziet. En hebben ze dat andersom ook, denk je? Geen idee. Nee, dat gaan we daar vragen. Geef jij les aan haar of niet? Ik geef op dit moment geen les aan de onderbouw. Nee. Of aan de leerjaar 1 en 2, hè, moeten we zeggen. Ja. Nou, we zijn automatisch bij jou terechtgekomen. Ja. Wies Hermans, ik had hier staan mentor, maar eigenlijk moeten we zeggen vanaf nu coach. Ja. Meteen het verschil maar even benoemen. Een coach is toch wel heel druk met de leerlingen om het leerproces te volgen en te begeleiden. En dat omvat eigenlijk nog meer, vind ik, dan mentor zijn. Kijk, als mentor denk je in het mentoruur. Je praat met je klas, ze kunnen je vertellen wat er allemaal goed gaat, wat er niet goed zou gaan. En als coach doe je toch nog veel meer andere dingen. Dat je heel veel coachgesprekken hebben met ze. En, daarin, dat is heel veel, concreet? Twee coachgesprekken per periode met elke leerling. Ik heb op dit moment een groep van 20, dus dat is, daar heb ik best nog wel... veel tijd voor nodig, zeg maar, ook. En daar benutten we ook de coachuren voor. Die krijgen we daarvoor. Dat is ook heel fijn. En dan kun je met de leerling echt één op één goed afstemmen. Hoe gaat het met jou? Wat heb je nodig deze periode? Wat gaan wij daar samen aan doen? Wat ga jij daarvoor aan doen? Wat heb je van mij nodig? Dat idee. Dat doe je meer als coach. Ja, nou, ik kom er zo meteen nog op terug, maar in ieder geval fijn om dat verschil te ontdekken. Nou, dan de teamleider van het VMBO, Barry Hodiemond. Ja. Barry, als teamleider, en je bent al best lang aan Sofianum verbonden, hè? Ja, 20 jaar, als je de stage meerekent. Ja, dat mag, hè? Ja. Dus je bent al 20 jaar Sofiaan. Waar zit voor jou als teamleider op dit moment... in eind 2020, en dan heb ik het niet over corona, maar waar zit dan de grootste uitdaging richting leerlingen? Ja, nou, de toekomst van het VMBO zal een stuk flexibeler worden. En gezien de krimp die we op school ervaren, is het een hele mooie uitdaging om, om het VMBO een stuk flexibeler te maken qua aanbod en qua lessen. En zodat de leerlingen ook veel meer te kiezen hebben straks in hun eigen lesrooster. Dat is een mooie brug, want ik wil jullie natuurlijk sowieso vragen, en dan begin ik bij jou. VMBO is natuurlijk een heel groot gebied. Welke richtingen bieden wij aan? We hebben basiskader, maar bieden wij voor elke VMBO-tak, elke tak van sport, bieden wij alle niveaus aan in de zin van de technische richting enzovoorts. Kun je daar iets meer over vertellen? Ja, we hebben eigenlijk als uitstroomprofiel hebben wij DVPR, dat betekent dienstverlening en producten. Dat is een uitstroomprofiel binnen het VMBO. Is ook een vak, hè? Dat hebben jullie ook, hè? Ja. Ja, kun je heel kort, sorry, ik kom zo bij je terug. Wat is dat vak eigenlijk? Wat doe je dan? Nou, bij DVPR dan heb je iedere twee weken heb je één vak. Je hebt houtbewerking en je hebt media en je hebt koken. En dat ga je dan
Ja, om de 2 weken krijg je een nieuw vak. En met welk thema zijn jullie nu op dit moment bezig? Met koken. Met koken. Wat ben je, heb je al precies iets? Ga je dan echt iets klaarmaken wat je dan vervolgens zelf ook opeet? Ja, we hebben afgelopen dinsdag, want we hebben het elke dinsdag, hebben we speculaas cupcakes gemaakt en spaghetti. Zo, nou, dat is niet echt een combi, zeg maar. Maar ze zijn wel allebei lekker ontvangen. Ja. Oké. Ja. Oké, even terug naar het verhaal. Hè. Dus je was bezig met het verhaal rondom DVPR. Die richting, die bieden wij aan. Ja. Welke richtingen bieden we dan niet aan? Ik kijk even naar mijn linkerkant, want hier zit de expert van dienstverlening en producten. Wij bieden, wij hadden vroeger ook de GL, TL, ja. Nee, de GL-leerweg. Ja. Die bieden wij niet meer aan. Nee. Wij hebben wel nog het voordeeltraject. Ja, en kun je eens uitleggen wat dat, dat woord, ja, ik kan me voorstellen, roep vragen op, hè? Voordeeltraject. Ja, wat? Dat zijn leerlingen die eigenlijk praktisch gewoon veel meer vaardigheden hebben. Die dus vaak problemen hebben met concentratie, problemen met leren. Mm-hmm. En die gaan dan 3 dagen in 1 schoolweek op stage. En die zijn 2 dagen op school. En qua aantal leerlingen is dat wel een kleinere groep? Dat is een kleine groep. Ik weet even niet uit mijn hoofd. Het zijn dit jaar 2 leerlingen. Mm-hmm. Vorig jaar waren het er 6. En dat zijn leerlingen die, die dreigen geen diploma te halen. Geen regulier diploma. En die bieden wij de kans om op school een zogenaamde startkwalificatie te halen. Zodat ze toch naar het mbo door kunnen stromen. Ja, zonder diploma, maar toch succesvol. Ja. Ja. Eventjes een sprongetje, hè? Want we willen natuurlijk dat mensen meekrijgen en dat jongens en meisjes uit groep 7 en 8 echt een keuze kunnen maken van wat is nou echt op Sofianum, op VMBO zo bijzonder en wat kenmerkt dat VMBO. Hè? Jullie werken met studiewijzers, heb ik begrepen. Ja. Kan iemand van jullie daar, van een van jullie twee daar iets meer over vertellen? Wat is een studiewijzer? Dat is een blaadje. En dan zie je eigenlijk je hele weekplanning op. En dan zie je bijvoorbeeld bij Duits, zie je wat je moet maken. En bijvoorbeeld staat er schrift 1 en dan moet je die nakijken, staat erbij. En dan kan je die afvinken. Maar dan moet je ook naar die docent toe. Mm-hmm. En daarbij, die vinkt het dan in een online systeem af. En dan heb je het af. Mm-hmm. Dus het is eigenlijk een soort, het zegt het woord al, studiewijzer, een planner. Vind je dat prettig dat je daarmee moet werken of vind je dat? Ja, ik ben zelf zo iemand. Ik maak altijd planningen of zo en ik hou me er nooit aan. Dus op dat gebied is het best wel, best wel. Wel fijn. Ja, wel fijn eigenlijk. Ja. En die studieplanner moet ik me voorstellen. Daar werken jullie. Misschien kijk even naar de rechterkant. Daar werken jullie bij ieder vak mee. Ja. Mag ik daar even op inhaken? Ja, natuurlijk. Wat ik daar zo fijn aan vind, is dat de leerling precies kan zien wat hij in de hele periode voor ieder vak elke week af moet hebben. En wat voor de coach zo fijn is, die kan dat ook even checken. En wat ik voor de ouders fijn vind, die kunnen thuis meekijken, heb je alles af, laat je studiewijzer maar eens zien. En wij mailen altijd de studiewijzers ook naar de ouders. Mm-hmm. Dus dan kunnen de ouders van thuis uit ook mee controleren, zeg maar. Ik heb zelfs begrepen dat er een ouder bij de online lessen zelfs, ik weet niet of dat in het VMBO was, maar dat een ouder het zo interessant vond dat hij zelf meedeed. Oh, dat zou kunnen, ja. Ja. Maar eigenlijk zeg je dus van als voordeel voor de coach, maar ook als voordeel voor de leerling, geeft die studiewijzer een soort handleiding, hou vast. Ja. Waardoor jij ook als coach de leerling hartstikke goed kunt volgen. Ja. Ja? En je ziet dan ook wanneer je toetsen hebt en wanneer de proefwerkweek is. En ja, mm-hmm. Dat is ook het fijne eraan. Mm-hmm. En als dan zo'n planner, ik ga toch even een gemene vraag stellen. Als dan zo'n planner, want een planner, jij zegt het al. Jij zegt letterlijk, ik maak een planning en dan komt het anders uit. Ja. Hoe zit dat dan met die planners bij de vakken? Is daar ruimte voor ja, stel er valt een les uit of een docent is even afwezig door ziekte. Komt die hele planning dan onder druk of hoe moet ik dat zien? Nee hoor, ook als ze een toezichtuur hebben bijvoorbeeld door een vervanger, dan kun je ook altijd zeggen, kijk maar eens op je planner, wat heb je nog niet af, dan kun je daaraan werken. Mm-hmm. Want een toezichtuur, voor ons is dat een normaal begrip, hè? Maar wat is een toezichtuur? Nou, als er, want er is nu ook een docent die werkt vanaf thuis. Mm-hmm. Online? Dus daar hebben we een
toezichthouder, dus iemand die kijkt hoe het in de klas gaat. En die zorgt dat jullie op de stoel blijven zitten. Ja. En dat je ook blijft zitten. Ja. Ja, en niet met propjes naar de webcam gaat gooien. Ja, oké. Ik maak weer een sprongetje, want we hebben natuurlijk maar heel kort tijd en we willen zoveel mogelijk informatie geven. Hè. Heel veel vakken zijn digitaal. Digitale vakken noemen jullie dat. Barry, kun je daar iets meer over vertellen? Wat zijn digitale vakken? Geef eens een concreet voorbeeld. Ja, we hebben in de onderbouw in ieder geval de helft van de vakken werken we online. Dus we hebben mens en maatschappij, dus geschiedenis, aardrijkskunde en economie. Dat is een volledig digitaal systeem binnen LearnBeat. Mm-hmm. Duits gaat voor een deel digitaal. Engels is voor een deel digitaal. DVPR zit een stukje digitaal onderwijs in. En zo zijn er een aantal vakken waar de leerlingen met de laptop werken. En het is zo'n beetje 50-50 in de onderbouw en in de bovenbouw is het voornamelijk bij dienstverlening en producten. En heel sporadisch dat er nog bij een vak een lesje digitaal wordt gegeven. Dus, ja, heel af en toe ja. Dan. Ja. En is de docent dan overbodig? Nee, de docent zorgt wel ervoor dat de leerlingen aan het werk blijven. Die kan van afstand controleren wat de leerlingen af hebben. Mm-hmm. Kan in de methode zelf de toetsen nakijken. Toetsen klaarzetten. Op het moment dat een leerling klaar is met een stukje stof, kan die dat aanvragen bij de docent. En de docent zet de antwoorden open of de toets klaar. Dus de leerling kan echt volledig op zijn eigen tempo door de stof heen. En op het moment dat hij klaar is, krijgt hij of extra stof, of mag de leerling ook aan een ander vak werken. Mm-hmm. Of op een hoger niveau, als dat gewenst is. Is dat bij jullie al, bij een van jullie twee, of misschien allebei, dat je een vak hebt waar je zo makkelijk doorheen gaat dat je eigenlijk al verder bent dan de andere leerlingen in de klas? Ja. Ja, jij knikt meteen? Ja, Engels vooral. Ja? Ja. Daar ben jij een stukje verder mee? Ja. Mm-hmm. En vind je dat prettig? Of heb je zoiets van, nou, ik lig voor, ik hoef eigenlijk niks meer te doen, ik wacht wel tot de rest ook bij zover is? Ik vind het heel prettig eigenlijk, want als ik bijvoorbeeld huiswerk die dag heb opgekregen, of ik moet nog aan een vak werken wat ik die dag niet heb afgekregen, kan ik daaraan werken. Dus dat is dan voor mij dan heel handig eigenlijk. Maar als dat zo doorloopt, zou het best wel eens kunnen zijn dat je straks al eerder dat vak afsluit over een paar jaar. Kijk even naar Barry. Ja. Toch? Ja, dat is ook versneld examen. Ja. We hebben het tot nu toe nog niet gehad, maar in de toekomst gaat dat er wel aankomen. Wat ik aan het begin zei, met het flexibel rooster. Mm-hmm. Ja. Ja. Oké, een stapje naar een ander onderwerp, wat ook typisch iets voor het VMBO op het Sophianum. Jullie hebben een aparte lesstructuur. Wie wil daar iets over vertellen? De aparte opzet van iedere les. Hij staat volgens mij zelfs op het bord. Ja. Ja. Nou, wie zegt er iets over? Vertel mij, wat is die lesstructuur? Hoe moet ik me dat voorstellen? Weten jullie het nog? Wat is de eerste? Wat weet ik al? Ja, we hebben dan heb je puntjes. Bijvoorbeeld één is wat gaan we doen. Ja. En de andere is dan wat heb ik geleerd. Mm-hmm. Dat is op het einde waarschijnlijk van ja. De les. Ja, ja. Ja en wat weet ik al? Wat weet ik al? Dat is de eerste. Mm-hmm. Wat ga ik leren? En stap twee. Dan wat ga ik doen? Ja. En hoe pak ik het aan? Yeah. Mm-hmm. Misschien even, ja, jij vult al heel goed aan. Er is dus een vaste structuur van iedere les. Ja. En dat staat ook zelfs gewoon op het bord. Ja. Staat die vragen die jullie nu noemen staan op het bord. Ja. En de docent vult dan vooraf. Ja. Ja, wat je geleerd hebt op het einde, staat dat ook wel in het begin van de les erop? Nee, maar je kunt wel al heel goed invullen. Wat weten ze al? De voorkennis, de beginsituatie, zeg maar. Wat ga je met ze doen? Mm-hmm. Gaan ze zelfstandig werken? Krijg je een instructie van de docent? Of werk je voor jezelf? Mm-hmm. Vinden jullie dat prettig? Zo'n vaste... Ja. Want dan zijn alle lessen toch hetzelfde? Ja, eigenlijk niet bepaald. Want sommige docenten leggen het anders uit dan de andere docent. En sommige docenten maken het leuker en sommige docenten maken het er saaier op. Ja. Mm-hmm. Je hoeft geen voorbeelden te noemen. Maar hieruit blijkt dat, net zoals in het echte leven, je vindt niet iedereen even leuk. Dus ook niet alle docenten. Toch? Ja. Maar eigenlijk is het wel fijn dat dan iedereen wel diezelfde structuur aanhoudt. Want dan weet je wel waar je aan toe bent. Zelfs bij iemand die je niet leuk vindt. Ja. Ja, toch? Ja. Ja.
Ik ga eventjes naar deze kant weer, want de tijd gaat heel snel. Ouderplatform hebben jullie ook. Ja. Barry, wat is een ouderplatform en vooral, want ik denk dat de meeste mensen zich wel kunnen voorstellen wat het is, maar waarvoor dient het? Waarom hebben jullie dat platform? Wat doe je ermee? Nou, we hebben sinds een aantal jaren een ouderplatform. Dat organiseren we samen met de MAVO-kolom. Er zitten op dit moment 20 ouders in. 10 uit het VMBO, 10 uit de MAVO. Mm-hmm. Dat zijn ouders die één keer per periode worden uitgenodigd. Zich hebben aangemeld om over de school en dan vooral over het VMBO mee te praten. Ouders bepalen de agenda, dus zij geven de thema's aan. En het gaat van hoe wij met pesten omgaan tot alledaagse zaken. Nu gaan we informeren ouders ook, bijvoorbeeld over voor het flexrooster, over examens, over de inspectie, nou, noem maar op. Mm-hmm. Eigenlijk alles is bespreekbaar. En is daar een verkiezing voor of nee. word je uitgekozen of kun je gewoon aanmelden en dan mag je meedoen? Ja, ouders melden zich aan het begin van het schooljaar aan. Mm-hmm. En dan worden ze uitgenodigd. En gedurende het jaar schuiven wel eens nieuwe ouders aan, zijn ook ouders die afhaken. Mm-hmm. Maar we hebben altijd wel zo'n groep van 18 à 20 mensen die dan mee willen praten over het VMBO. En dat is heel fijn. Wij krijgen heel veel dingen te horen die wij normaal niet horen van de leerlingen. De verhalen die thuis verteld worden. Mm-hmm. En dat geeft ons heel veel input over hoe wij ons onderwijs nog beter kunnen maken. Oké, okay. Ja. Dus eigenlijk een soort klankbord. Ja. 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 Goed. Coaching, hadden we net in het begin van het gesprek over. Jij bent nu coach, Wies, van leerjaar 3. Wanneer ben jij als coach tevreden? Nou, ik leg de lat eigenlijk altijd wel hoog. Waar merken kinderen dat aan? Ik zit er vrij dicht bovenop. Met de zweep erop? Ja, nogal. Okay. En dat vinden ze vaak heel irritant. Mm-hmm. Maar dan zeg ik, ja, het is wel mijn systeem. Mm-hmm. En voor mij is mijn mentoraat of mijn coachende rol op het, hoe zeg je dat, op de diploma-uitreiking. Dan voel ik dus hele gepaste trots als ik ze allemaal één voor één dat diploma kan geven. Ja, dan ben jij als coach tevreden. Dan ben ik tevreden. Ja. 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 Nou, zover is het bij jullie nog niet. Hè? Want je zit nu in de brugklas. Over 4 jaar krijg je dan dat moment waarschijnlijk. Hè? Weten jullie, ik kijk eerst even naar jou, wat je na het VMBO wil gaan doen? Nou, ik weet het eigenlijk nog niet helemaal. Hoeft niet, hè? Is helemaal niet erg. Maar, ik wil sowieso wel iets of in de jufrichting doen. Of, de jufrichting? Ja. Dus je wil straks collega van mevrouw Hermans worden? Ja. Oké. Okay. Dus ga je na het VMBO ga je naar de lerarenopleiding, zeg maar? Ja, dat weet ik nog niet helemaal. Nee. Nou, jij hebt nog even de tijd, hè? En bij jou, heb jij al een idee? Iets op het vliegveld of iets met koken. Dat zijn totaal twee verschillende dingen. Ja. Ja. En dat koken kun je nu uitproberen natuurlijk bij DVPR. Ja, wat hoop je dit jaar nog te mogen gaan koken bij DVPR? Wat is jouw lievelingsgerecht bijvoorbeeld? Pittige spaghetti van mijn oom. Pittige spaghetti van je oom, oké. Okay. En vooral pittig dan? Ja, heel pittig. Ja. Nou, heel mooi, we zijn benieuwd. Zeg, we gaan een verzoek, hè, bij de docent. Ja, kun je een verzoek indienen? Ja, mag dat? Ja, tuurlijk. Oké, okay, bij deze, dan gaan wij het opeten. En dan maken we hem heel pittig. Mag ik daarop inhaken? Ja, heel kort nog. We moeten heel afronden. Loopbaanbegeleiding, dat vinden wij ook ongelooflijk leuk om te doen. Om leerlingen te helpen vanaf leerjaar 1. Loopbaanbegeleiding, dat klinkt heel duur. Wat is dat? Wat kan je? Wat vind je leuk? Waar ben je goed in? Wat wil je nog leren? Welke richting trekt je aan? En daar zit eigenlijk bij de praktijkgerichte lessen. Daar zit ook heel veel de nadruk op. Mm-hmm. In de hoop dat iedereen op de juiste plek terecht komt waar hij graag wezen wil. Ja. Ja. We moeten gaan afronden. Een laatste vraag nog voor iedereen waar je heel kort antwoord op moet geven. Want we hebben geen tijd meer. En de beste antwoorden zijn de kortste. Waar ben je op dit moment voor jezelf, als je naar de school kijkt, het meest trots op? Wie wil beginnen? Ja, ik wil. Ja, mijn cijfers. Jouw cijfers? Ja. Want die zijn heel goed, die zijn heel slecht, die zijn middelmatig. Hoe? Die zijn redelijk goed. Redelijk goed. En daar ben je het meest trots op? Ja. Ja, mooi. Bij jou? Ook mijn cijfers. Ook je cijfers? Ja. Ja. Is er één vak bij waar je zoiets van hebt van, nou, daar heb ik nu een heel goed cijfer voor, maar ik wil dan nog een beter cijfer voor? Ja.
Engels. Ja, dat zei je net al, hè? Ja. Nou, misschien als je straks iets op het vliegveld doet, komt je Engels dat toch goed van pas, denk ik. Ja. Ja, bij koken misschien ook wel, maar dat kun je vertalen, denk ik dan. Wies, waar ben jij het meest trots op? Ja, je hebt het eigenlijk misschien net al een beetje gezegd. Als ik mijn leerlingen daar krijg waar ze zelf ook heel graag willen wezen. Mm-hmm. Ieder als jaar. Ik zie dat ze gelukkig zijn. Mm-hmm. Ja. Barry, tot slot. Ja, ik kom elke dag wel met gepaste trots naar school, want ik vind dat we het heel goed doen in het VMBO. Dus ik ben trots op mijn team, op mijn docenten en op mijn leerlingen, want die doen het allemaal supergoed. Ja, nou, heel kort, krachtig. En ik ben trots op jullie. Dank voor jullie komst. En voor de mensen die aan het kijken zijn of die dit gezien hebben, wellicht tot ziens in augustus 2021. Klinkt nog heel lang, gaat heel snel. Maak een goede keuze. Tot ziens.